Vrijdag 14 juli 2017. Goedemiddag, dit is het nieuws van 1. Het SHTTC heeft in samenwerking met het Marriott Hotel de jazzartiest Frank M.C. Combe naar Suriname gehaald. De school heeft in haar curriculum ook studentenprojecten en in dit kader geeft de award-winning jazzartiest vanavond een optreden in het Marriott Hotel. Miguel Leuden vertelt meer hierover. Het is dus deels een studentenproject en deels een project van de Marriott. Dus het is een samenwerking en we gaan vanavond, we hebben een leuke show in elkaar gezet. Dus het wordt wat vanavond. Frank Mokamp is een bekende artiest, een groot man in de jazz, neo, soul, R&B. Frank M.C. Combe is voor de tweede keer in Suriname. Hij staat te popelen om een goede show te presenteren voor het Surinaams publiek. I'm expecting to see a full house tonight. You know, I'm celebrating my birthday. So, yeah, this is my birthday concert. So, I want everybody to come out and celebrate with me. Come and toast with me. Yeah, I live to see another year. So, I'm expecting to see some folks out there. And I'm expecting to get them a good show. You know, the best way to describe the show, at least what fans say, is Stevie Wonder, Donny Hathaway meets Herbie Hancock, Chick Corea, circa 1973. De naam Frank M.C. Combe zal veel jongeren niet zeggen, maar hij heeft wel een indrukwekkende cv. M.C. Combe heeft namelijk met veel bekende artiesten samengewerkt. I worked with Will Smith and Jazzy Jeff, and Fresh Prince while living in Philly. Signed to Motown, moved to Los Angeles. The deal went bad, so I went to Columbia Records after working with a group called Buckshot LaFunk. We had a hit song called Another Day that blew up over here. So that led to my deal with Columbia Records. And Columbia didn't know what to do with me. I mean, you got a guy that sings and plays the piano just as well. Do you market him as R&B or do you market him as jazz? No, you just put him on the road. That's what you do. Put him in front of the people. They didn't listen. So I went independent. And in 2004, I put out a record called Straight from the Vault, and it took off from there. From 04 all the way to now, I've been independent, no record label, no management, no booking agency. It's all right here. De afgelopen periode is de gemeenschap opgeschrikt door enkele roof-, moord- en suïcidegevallen. Aan psycholoog Raj Dhanan Singh is de vraag gesteld als e-health dit soort gevallen niet kan terugdringen. Dan legt u meteen de relatie dat e-health zeg maar de pleister gaat zijn op die problemen. Maar dat is het niet. E-health is natuurlijk een behoorlijke pleister, een gratis hulpmiddel, elektronische. Het is eigenlijk net een elektronische psycholoog die met jou bezig gaat zijn, maar je moet wel toegang hebben tot internet en je moet natuurlijk wel kunnen begrijpen waar het over gaat. Ja. En natuurlijk, je moet steeds elke week worden herinnerd aan een aantal opdrachten die je krijgt van de psycholoog. Mm-hmm. En daarmee ga je daar aan de slag en vooral voor mensen met ernstige depressieve klachten. Ja. En mensen met problematisch alcoholgebruik kunnen er gewoon feilloos gebruik van maken. Ja. Maar e-health is maar één middel, natuurlijk moet er nog veel meer gebeuren. Mm-hmm. U zei net over zelfdoding. Ik denk dat zelfdoding net zo lang bestaat als de mensheid bestaat. Ja, ja. En daar hebben we ook weer andere gevallen van, een paar moordgevallen. En dan op een gegeven moment, dat heeft de gemeenschap aangegrepen. En dat is die van KFC. En daar lijkt me van, nou, de tolerantiegrens in Suriname is toch wel aan het afnemen. moeilijk te staven, want dan zouden we de cijfers in acht moeten nemen over het aantal strafbare feiten die worden gepleegd. En statistisch zouden we moeten aangeven of er werkelijk een stijgende trend is. Ja. Maar mede vanwege ook de mediabeschikbaarheid weten we het ook heel snel nu. Ja. Als er wat bizarre gevallen afspelen. Dus of het werkelijk meer wordt dan 5 jaar geleden is moeilijk te staan. Ja. Maar wat maakt u zelf mee in uw praktijk? Qua delicten die zich voordoen, waarbij men uw hulp toch inroept? Als slachtoffers of als nabestaanden van zo'n delict hebben we wel eens wat mensen gehad. Die moeten worden begeleid in het verwerken van bijvoorbeeld het verlies van iemand, ook van een rover of van een slachtoffer van een roofoverval, dus daar deel ik persoonlijk wel mee. Niet alleen slachtoffers worden begeleid, maar ook de verdachten krijgen begeleiding vanuit het PCS. Raadje is prima hoor, dat is hoe vaak hier. Ik ga me even beperken tot hetgene dat ik mag vertellen. Misschien is het goed om te weten, er zijn 5 gedragsdeskundigen
rechtsdeskundigen zijn dan geïnstalleerd. Gerechtsdeskundigen om het precies te zijn. Ja. Dat is mijn persoon. Er zijn drie andere psychiaters bij, Dwarka Singh, Nanda en Lumsden. En er is nog een andere collega-psycholoog bij. En deze vijf personen kregen dan vanuit het Openbaar Ministerie van het Justitie dan de opdracht om wel eens een psychologisch rapport te kunnen schrijven over een verdachte. Want dat heeft justitie dan verder nodig om de strafmaat verder te kunnen gaan bepalen. En een beetje het achtergrondgegevens van de persoon. U had het net aan over zeg maar het geval van KFC. Maar ik denk dat het nog een beetje vroegtijdig is om daarop in te lopen. Het is, ik lees heel veel dossiers van verdachten. En ik moet zeggen dat de politie, forensische dienst, een uitstekende job doet. Dus de jongens halen inderdaad heel wat gegevens boven water. Die misschien later bekend zullen worden gemaakt. Wat de precieze oorzaak moet zijn geweest. Wat de trigger moet zijn geweest. Dat de persoon zeg maar tot zo'n handel is overgegaan. En dan komt de persoon misschien wel bij ons terecht. Om als dat wordt aangevraagd. En dan gaan we dan verder de achtergronden achtervragen. Ja, wat dus, je dus, wel, dus er is wel een psychologische hulp voor daders. Ja, het heeft twee kanten. Kijk, als je met een pro-justitia rapportage bezig bent. Dan ga je dus de achtergronden van de persoon beschrijven om zeg maar het gedrag in kaart te kunnen brengen waarom zo'n handel, waarom zo'n actie is gepleegd. Zijn er een aantal probleemgevallen bij de persoon zelf en daar wil de officier of daar wil de rechter wel wat van weten. En natuurlijk is er ook de andere kant, terecht wat je zegt, misschien moet dat inderdaad meer gebeuren, is dat als iemand zeg maar langdurig wordt opgesloten, hoe gaat het verder met de behandeling? De ene kan het wel pakken, de ene kan het wel aan, 20, 25 jaar of 15 jaar, maar de andere heeft misschien wel wat begeleiding daarbij nodig. Ja. Sheenan Danoud zegt dat zij meer in aanraking komt met de slachtoffers. Zij vertelt dat ze begeleid moeten worden om de traumatische ervaring te verwerken. Veelal wel, maar ook wat complexe vastgelopen rouw, vooral als als het gaat om een strafbaar feit of een delict, is het ook iets wat heel veel onrechtvaardigheid of zulke gevoelens teweeg brengen, vooral bij de nabestaanden. Dan kan het wel een complexe rol worden. En dus daarmee komt men meestal in depressieve gevoelens. Dus dan gaan we aan de slag met de begeleiding. Ja. Kan het, komt het ook voor dat een slachtoffer later ook een dader wordt van een strafbaar feit die zaken niet goed heeft kunnen verwerken? Dat kan. Er zijn een aantal publicaties, misschien dat je dan iets meer daarover kan vertellen. Maar er zijn inderdaad wat publicaties over mensen die zeg maar, een aantal moorden hebben gepleegd. En wanneer je zeg maar, bezig bent te analyseren wat het gedrag van de persoon is opgebouwd, wat het heeft geleid. En dan kan er inderdaad wel eens sprake zijn van dat er een traumatisch gebeuren in het begin van de jeugd, heeft plaatsgevonden. En dat is nooit verwerkt misschien. Ja. En heeft zich later dan geuit misschien in ander soorten gedrag. Misschien dat je wat daarover een psychopaat bijvoorbeeld. Ja, het is dus een voorgeschiedenis van zo'n een traumatisch verleden is niet altijd en meestal niet genoeg om iemand over de schreef te halen om delinquent gedrag te vertonen. Want er zijn ook een aantal mensen die lastige dingen hebben meegemaakt, maar die niet overgaan. Dus meestal zijn er ook andere randvoorwaarden nodig voor iemand om werkelijk delinquent gedrag te vertonen. En dat is bijvoorbeeld een bepaalde persoonlijkheidsaanleg om over te gaan tot onmaatschappelijke gedragingen. Andere vreselijke ervaringen in de jeugd, behalve dat trauma of dat eerder meegemaakt delict. Biologische factoren, erfelijkheidsfactoren. Dus het moet echt een cocktail zijn van verschillende factoren die iemand over de schreef kan laten halen. We hebben een moment, een paar dagen terug, te Saailand is dat een internaat voor kinderen die studeren in de stad. En op een gegeven moment is het van, ja de vraag, we kijken ook naar de beelden, van maar kon de gemeenschap dat niet aanzien komen en toch dat we hulp zouden kunnen bieden? Want het is toch wel iets dat ons allemaal raakt. Het is een verschrikkelijk gebeuren. Ik hoorde gisteren relaas van een jongen, een student van Natin, die daar heeft gewoond en die dat moest aanzien dat die persoon daar hing. Dus dat is verschrikkelijk. We kijken dan naar de beelden van Saailand, wat er dus daar gebeurde. Nu zijn we dus bij het mortuarium. Ja.
Maar hoe kon dat gebeuren? Dus een heel terechte vraag hoor. Ik hamer er al een tijd op dat er eigenlijk een andersoortig systeem intensiever zou moeten komen op scholen, in bedrijven, in organisaties, waar ben men misschien iets meer op gedragingen van collega's en studenten let en dat ook eerder aan de bel trekt. Mm-hmm. Het leek me inderdaad ook een beetje vreemd. Het kan hoor, maar het leek me een beetje vreemd dat iemand die over wil gaan tot een onmaatschappelijk handelen, laat me dat maar zo even aangeven, dat die geen signalen in de omgeving heeft gegeven, die zijn opgepikt en die verder zijn begeleid. Ik zit zelf ook op de universiteit en regelmatig krijg ik ook van de studentendecaan een bericht van meneer Jack, wilt u even praten met zo'n student? Want er zijn wat gedragingen die wij niet kunnen coveren, maar die op een hoger niveau moeten worden meegenomen. En dan ga je ook even praten met de student. Ja. Er is ook een geval waarbij iemand op Facebook had aangegeven van nou, kijk, ik zit met een liefdesprobleem en als dat niet wordt opgelost, dan maak ik mezelf van kant. En het gebeurt ook. Mm-hmm. Dat kan gebeuren, ja. Ja, maar konden we dit soort van signalen niet aangrijpen om een... Dat was een roep misschien om aandacht en dan moet je wel aandacht aan besteden, ja. Ja, ja. Hebben we te weinig instituten in Suriname om op dit soort van situaties in te gaan? Bij bijvoorbeeld de gewapende machten, denk ik dat voordat de jongens in dienst komen, heb je een goede psychologische screening, gesprekken en dergelijke. Maar zou het misschien ook niet zo handig kunnen zijn om elk jaar bijvoorbeeld een psychologische screening te laten doen van bijvoorbeeld wapendragen, want dat zijn de personen die met wapens rondlopen. Dus ook bij de politie? Bij de politie. Douane? Ja. Leger? Ja. En bezuinig niet daarop. Neem genoeg mensen in dienst, sluit deals met PCS of dergelijke die je kunnen helpen daarmee, om toch regelmatig te kunnen screenen en dat men wel een beetje let. Mensen met veel ziekteverzuim, mensen met veel terugtrekgedrag. Kan ik ze niet even sturen voor een gesprek, objectief gesprek? Ook op scholen, dat studenten misschien averechts gedrag aan het vertonen zijn, meld het. En laat die instituten dan zodanig worden ingesteld dat er wel begeleiding nodig is. Voor mijn part, iedereen die een rijbewijs wil halen, als het aan mij zou liggen, zou een psychologische screening moeten hebben. Iemand die een wapenvergunning wil aanvragen, laat ze een psychologische screening hebben. En als er wat gebeurt daarna, laat ze voor mijn part nog 3 of 4 keer komen voor hun psychologische screening. Zodat we wel weten, dan heb je tenminste een drempel ingebouwd om te kunnen weten van, is het iemand die bijvoorbeeld niet een rijbewijs zou moeten hebben of iemand misschien die niet een wapenvergunning zou moeten hebben. Ondanks zijn veroordeel afgelopen woensdag tot ruim 9 jaar cel, heeft de voormalige Braziliaanse president Luiz da Silva zich gisteren erg strijdbaar getoond. Da Silva stelde vraagtekens achter zijn veroordeling wegens corruptie en het witwassen van geld door rechter Moro. Moro is een gezworen vijand van Lula's arbeiderspartij PT en zelf aanhanger van de extreemrechtse PSDB. Da Silva waarschuwde ook dat justitie in Brazilië zo stilaan de democratie kapot aan het maken is en beloofde dat hij volgend jaar zal kandideren voor het presidentsambt. Dat Lula opnieuw president kan worden is door de veroordeling van woensdag niet onmogelijk geworden. Lula gaat echter in beroep zodat de kwestie nog lang kan aanslepen. Als Lula zich kandidaat stelt, kan de voorman van de PT kans maken om al in de eerste ronde de verkiezingen te winnen. Lula is in Brazilië immers nog steeds erg populair. Dit in tegenstelling tot het huidige staatshoofd, de rechtse politicus Michel Temer. In de staat Hidalgo, Mexico, heeft de politie vanochtend lijken aangetroffen van mensen die vermoord zijn. 4 minderjarigen overleefden de slagpartij. De politie was uitgerukt na een noodoproep uit een woning. Volgens plaatselijke media vond in de woning een feestje plaats dat werd verstoord door een gewapende groep die op de feestvierders begon te schieten. Het bloedbad wordt in verband gebracht met de aanhoudende strijd om de macht in de onderwereld van het Midden-Amerikaanse land. Alleen in de maand mei werden in Mexico meer dan 2500 mensen gedood. Dat is bijna 30% meer dan in dezelfde maand van het vorig jaar.
De Amsterdamse politie onderzoekt discriminerende of racistische opmerkingen op social media rond de tv-uitzending van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De herdenking werd rechtstreeks uitgezonden bij de NOS en op de Amsterdamse zender AT5. Volgens politiecommissaris Pieter Jaap Albersberg werden er naar aanleiding van die uitzending fors grensoverschrijdende reacties geplaatst op social media. De NOS zond de herdenking ook uit op Facebook. De opmerkingen waren discriminerend of zelfs racistisch, zegt Albersberg tegenover AT5. De politie kreeg 1 aangifte van verschillende opmerkingen. De herdenking van de afschaffing van de slavernij vond plaats op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam. Sprekers waren onder meer de Zuid-Afrikaanse auteur Diana Ferris, demissionair minister Stef Blok en de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. Aansluitend waren er muzikale optredens tijdens het Kitty Kotti Festival, waarmee het einde van de slavernij werd gevierd. En met dit bericht zijn we gekomen aan het eind van deze Nieuws 1 uitzending. Om 19:30 krijgt u het avondjournaal en daarop ook het wereldnieuws in beeld. Nog een hele fijne dag verder.